Hey boogschutter, welkom bij je diepe, intuïtieve, wekelijkse tarotreading met Annemiek. Welkom op mijn kanaal Tarot en Zo. Dit is een energetische legging, wat betekent dat die tijdloos is. Dus je kan alle clips die ik ooit heb gepubliceerd ook bekijken. Dat de rollen tussen jou en de persoon waarover deze reading gaat omgedraaid kunnen worden, zelfs binnen één clip. En dat de leggingen geslachtsloos zijn. Dus als je een plaatje van een man ziet, kan het alsnog over een vrouw gaan. Als jij een vrouw bent of als je voelt van, hé, dat gaat over die persoon. Gaat het alleen maar over iemand anders die je kent, dan is er meestal de oproep om begrip voor diegene te hebben. En vaak ook zit er een inzicht bij dat je nu weet hoe je met diegene om kan gaan. Of wat je voor diegene kan doen. Of wat je voor jezelf kan doen. Soms moet je wegrennen immers. Mocht je voor het eerst zijn, welkom. Ik ga Rider-Waite schudden. Schudden. En ik leg de stapel neer en ik ga van bovenaf naar beneden werken. Ik ga ze alle 78 bekijken. Nee hoor. Schildknaap, pentakels. Dit is een student. Dit is een leerling. Het is een iemand die mediteert. Iemand die hier en nu is, zoals vaak gezegd wordt. Iemand die de schoonheid in elk geval om zich heen ziet. Het gevaar, echter, boogschutter, is dat hij zijn handen niet vuil wil maken. En deze reading kan je ook bekijken als je je maan in boogschutter hebt staan. Of als het je ascendant is. Of als je Venus erin hebt staan. Als het gaat om 1-op-1 relaties vooral. Ik weet niet waarom ik dat er nu tussen moet proppen. Heeft te maken met handen niet vuil willen maken. Allicht als je naar die andere clip toe gaat dat het ineens over iemand anders gaat, maar met dit in gedachten, dan ga je heel veel te weten komen over een bepaalde persoon. Dat was een heel verhaal. De zon is gaaf, de zon is warm. De zon gaat over vertrouwen, over ja, warmte buiten. Het gaat natuurlijk ook warmer weer buiten worden, maar ook warmte van binnen. Dat als je iemand in gedachten had, toen je naar deze sessie ging kijken, dan is het warm tussen jullie twee. Of in elk geval, één van jullie twee is warm. Ja. Ik heb niet echt een verhaallijn hoor, te pakken hier. Rad van Fortuin. Ja, wacht eens even. Hoe meer jij naar binnen gaat, en ik ga zo uitleggen wat het betekent, des te happier jij wordt, des te gelukkiger, meer tevreden, des te rijker je je voelt. Meer naar binnen gaan. Ik heb een clip gemaakt die heet Hartmeditatie. En daarin beschrijf ik wat het betekent om naar binnen te gaan. Ga ik hier dus niet uitgebreid doen. Er zit een hele eenvoudige meditatie bij, een oefening zou je ook kunnen zeggen. Zelfs al ben je boven de 70, ga hem doen. Ga hem doen. Al heb je nooit eerder gemediteerd, ga er naar kijken. Het zal een eye-opener voor je zijn. Deze beide kaarten kunnen gaan over mediteren. Over naar binnen gaan. En ik liet net de term hier en nu vallen, omdat dat is wat dan in het boekje staat erover. Ik zelf hou daar niet van. Ik weet dat het in spirituele kringen heel erg populair is. Zelfs al enigszins buiten spirituele kringen. Mocht je willen weten wat ik vind van het woord spiritueel, vandaar dat ik zo doe en een beetje raar gezicht erbij trek, kan je zien in de clip Spirituele Ervaringen. Die zit in mijn bonus speellijst. Op de een of andere manier ben ik hem individueel kwijtgeraakt. Maar hij zit wel in mijn bonus speellijst. Goddelijke ervaringen. En wat ze betekenen. Spirituele goddelijke ervaringen. En de betekenis ervan.
Er is geen tijd en er is geen ruimte. Daar zijn geleerden, wetenschappers, het al decennia lang over eens dat er eigenlijk geen ruimte en geen tijd bestaat. Dus als je zegt in het nu, dan alsnog maak je deze wereld belangrijk. En deze wereld is er niet. En hier zijn, op dit moment hier zijn, is niet letterlijk plaatsbepalend bedoeld. Ja, dan alsnog, hè, gaat het over de persoonlijkheid. En alles wat met de persoonlijkheid te maken heeft, kan je niet spiritualiseren. Dus die hele spirituele term, hier en nu, het klopt niet. Dat wat je werkelijk bent, een deel van God, of een deel van het grotere hart, of bron, licht, vrede, stilte, waarheid, hoe je het ook maar wil noemen, is buiten deze wereld, heeft hier niks mee te maken. En als je zegt, ik ben hier, als je aanwezig bent, dan is dat alsnog binnen de persoonlijkheid. Als je werkelijk hier bent, ook binnen de persoonlijkheid, en ik ga zo meteen weer verder met de reading hoor, maar even dit stukje, blijf bij me. Als je werkelijk hier en nu zou zijn, dan hoef je dus nooit meer, ja, zelfs contact te hebben met iemand, want hier en nu is alles. Nu op dit moment, waar jij nu bent, wat voor jou hier en nu is, voor mij is dit hier, nu, hier en nu. Daar waar jij nu bent, op dit moment, wanneer je deze clip ook bekijkt, wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Wat heb je nu werkelijk nodig? Zelfs als je denkt van, ik heb honger, ik kan wel een maaltijd gebruiken. Maar wat heb je werkelijk nodig? Misschien zit je niet lekker. Voel je ongemakkelijk worden. Dus heb je het nodig om te bewegen of nodig om deze clip weg te swipen. Maar wat heb je werkelijk nodig? Niks. Helemaal niets. Helemaal niets. Als je op die manier gaat mediteren, met het besef dat alles aanwezig is bij jou, of eigenlijk is er niets aanwezig bij jou, maar je hebt ook niets nodig. Kedeng. Ga je geluk vinden. Ga je geluk vinden. Ga je je eigen onschuld weer terugvinden. En als je die eenmaal terug hebt gevonden, dan zijn er nooit meer ergens grenzen. Dan ben je niet behoeftig. En als je niet meer behoeftig bent, dan ben je vrij. Dan ben je ongelooflijk ontspannen. Nog een kaart. En zie eens even hoe welkom je bent. Zie eens even hoe welkom je bent. Het is een feest. De staven 4 staat voor feest vieren ook. En de laatste kaart, schildknaap van Kelken, die houdt oprecht van je. Waarschijnlijk is het voor de meeste van jullie dus een spirituele lezing. Nogmaals, check de clip spirituele ervaring voor wat ik bedoel met spiritueel. Dus dan gaat het over God. En God blijft zichzelf aanbieden. Elke nanoseconde. Elke nanoseconde. Elke nanoseconde. God blijft zichzelf aanbieden. God is er altijd voor je. Hier en nu.
God is er altijd voor je. Of het hart der harten, of licht, of vrede, stilte, het is er altijd. Het gaat erom wanneer jij erop gaat intunen. Wanneer besef jij dat... Kijk, hij heeft een munt vast. Deze schildknaap, de beginneling. In een kleur die ook de achtergrond heeft van deze kaart. Dat betekent dat hij opgaat. Hij begint een besef te krijgen dat hij deel is van het geheel. En op het moment dat jij beseft dat dat deel, hoe je het dus ook wil noemen, de bron of God, zich er altijd is, zichzelf blijft aanbieden, daar, ja, dat is zijn aard. Hij kan niet anders. Hij adoreert je. Zijn liefde is een geschenk. Het is een geschenk. En ga je het aanpakken of niet? Als je op die manier gaat mediteren, en welk facet je dan hier ook uit mogen halen, dan ga je stralen als een zon. Dan ga je gelukkig zijn. Dan ga je blij zijn. Dan ga je alles, ja, positief zijn, optimistisch zijn. Dan hervind je je creativiteit op een... Oh, zo diep, zo diep, zo diep. Wat vond je leuk te doen toen je 9 jaar oud was? Huh? Wat wilde je worden toen je 9 jaar oud was? Met wat voor spullen speelde je toen graag? Wat voor dingen maakte je graag? Serieus, toen je 9 jaar oud was, wat vond je leuk om te doen? Misschien ga je dat weer oppakken. Dankjewel voor het kijken naar deze lezing, legging, reading, sessie. Ik blijf deze even zo voor me houden. Deze clips zijn ook voor mij. De hartmeditatie raad ik aan. In elk geval zou een mooi vervolg zijn hierbij. En eventueel spirituele ervaringen.